typetje doen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Super Mario Maker. Vandaag weer met Martin. Yes. En we gaan even wat leveltjes doen van kijkers. We beginnen met Vincent en die stuurt zo'n beetje al zijn levels in en hij heeft er ook nogal wat. Ik heb ze ook bijna allemaal gespeeld. Hij is ook al eerder in de aflevering. Maar we pikken er gewoon een paar uit. We gaan ze niet allemaal doen. Sorry Vincent. Nou, gewoon om te beurt denk ik. Tuurlijk. Ik begin wel met mijn vaders level 2.0. Oh, ID stond erin. Pauzeer hem te laat. Jammer joh. Nee, ik zal zo even ID langer laten zien. En dan kan je vanaf zijn ID naar zijn profiel toe. Dat is misschien wel grappig. Ik vind zijn levels tenminste wel grappig. Ze zijn haalbaar en leuk om te spelen, vind ik. Misschien vinden jullie dat niet. Misschien vind jij dat ook niet, Martin. Sorry man. Niet zo goed aan. Kom nog wel. Op een dag zul je mij... Ik ben wel enthousiast trouwens. Wie is enthousiast? Ja. Maar je moet ook een beetje enthousiast goed, blijven, want anders dan tuurlijk. Vinden je kijkers niks aan. Nee, daarom niet. Gewoon, dat is goed. Siva, wil je daarmee ophouden, lieve schat? Foei! Dus nou ja, goed, weet je, ik begin maar even met een geinig leveltje. Nou, kies er gewoon, weet ik veel, 5 of zo uit. Nadeel aan dit level zie ik nu al wel, je moet dus groter zijn om het level te kunnen spelen. Als je klein wordt, dan kan je hem al niet meer halen. Aan de ene kant heeft dat ook zo zijn nadelen. Want stel je verliest een keer power-up, dan ben je gewoon, nou, of tyfus. Gewoon dik de Sjaak. Daar komt ook, want ze hebben daar ook gegarandeerd wat uit. Iets pijlen zelf eens hebben. Ja, ja. Oh, dat is de vlag alweer. Nou, dat is het eerste leveltje. Dan ga je de volgende kiezen. Yes, gaat ie. Nou gaan we het krijgen, jongens. Als Martin eenmaal begint aan een leveltje, is hij niet meer te stoppen. Oh, eerst even sterk geven. En dan op. Stoppen. Nou. Ik ben benieuwd. Als je eens één keer op B drukt. En nou, ja, kies maar. Dan gaan we een beetje naar beneden, een beetje naar boven. Piranha. Deze. Ja, die zou ik niet doen, dan moet je eerst een andere video kijken. Het kan zijn dat deze levels al wel eerder heb gespeeld. Ik heb wel meer van Vincent gespeeld. Nee, deze. Ja, King Castle. ID staat nu linksonder. En te laat. Nou, we moeten eerst even pauzeren. Dan kan je het al zien. Wat was het besturen, nee? I is rennen, B is springen. En schouderknop is rond rijden springen. Oeh, allebei gemist. Allebei. Lekker. Precies allebei. Ik zou wel even een aanloopje nemen. Dat wou ik net doen. Ze lopen altijd standaard naar rechts. Net niet. Stakker. Ik bedoel, je probeert het man, daar gaat het om. Er komt een Goomba uit. Hoppa, gewoon eroverheen. Dat vind ik grappig. Ik niet kunnen heen, ja. Nee, goed. Rechts, maar net. Hier, kijk. Rechts, yes. Zo heb je niks en zo heb je 2. Kijk, dat komt zo groot uit. Komt er nog een hoor. Rennen. Oké. Gewoon doorrennen. Ik doe sowieso je renknop inhouden gedrukt. Doe ik al. Leuk geluidje. Kan het hierin of niet? Nee, ik moet er overheen. Kijk, die gooi je schroeven. Rennen, gewoon rennen, maar rennen. Oh, rennen! Grapje, man. Oké, je moet daar wachten, want daar moet je overheen springen. Dan moet je van de ene op de andere. Ja, en dan kan je er overheen. Oké, nog één keer, dan mag ik het proberen. Keer, ja. Gewoon 3 keer proberen en dan is de andere, oké? Ja. Dat is wel goed zo, man. Dat heb ik toch niet nodig.
Dat is waar, jij bent zo goed in het spel. Rambo. Gewoon niks op. Rambo. Rustig. Lekker hoor, lekker. Oh, jammer. Dat is zonde, zo zonde dit. Oké. Kijk of ik hem kan halen. Zo doen dat jij eten mag en ik het drinken. Dat is niet eerlijk. Ik kan ook niet alle levels. Tyfus, hoer. Oh, ik wil een deken om hoor. Fucking tyfus, man. Wat een geluk heb je. Hier is ook wel een groter uit daar. Yes. Vertel die mij ook niet even. Nee, maar je was toen nog groter. Kan je hier misschien in? Dus ik kan alles ook vandoor rennen, ja. Doet hij even. Oh, what the fuck. Oh, maakt niet uit. Gehaald. Box houden. Heb er niet meer. Oh, dat was hem eigenlijk. Ja, yeah, dat was hem. Nieuwe grote vriend erbij. Ja, ze is echt verliefd op je. Ben je ook verliefd op haar? Zeker. Zou je je vriendin dumpen voor haar? Ik hoop niet dat ze dit ook kijkt. Het zou een beetje apart zijn dat ze jouw films kijken. Ja, sowieso ook niemand kijkt mijn filmpjes, toch? Daarom. Even kijken, ik heb hier nog een leveltje. Pak je vernieuwen dan. Hier, deze. Ja, die is goed. Oh, ID stond weer linksonder. Pauzeer hem als je het wil zien. Nee, straks ga ik even serieus een ID laten zien. Oh, what the fuck. Ik heb nu al een hekel aan dit level. Ik zie het al. Kijk, ik vind dus zulke levels... vind ik gewoon te overkill aan boezen in dit geval. Moet ik hier op staan of zo? Kan ik hier misschien in? Nou, dat sowieso niet. En dan? Oké, niks dus. Ja. En hierin. Oh, kijk. Kijk, dit. Dit lijkt er meer op. Dus al deze minstpakken zit hier misschien nog iets. Nope. Naar beneden. Hoi, hoi, dat... Wat een geluk. Dat was de bedoeling. Ja, dat wilde ik zo doen. Dit is gewoon... ja, het is zo'n typisch leveltje dat, dat je niet kan zien als je naar je dood toe springt. En dan... vind ik het nooit zo leuk, maar dat vind ik gewoon, weet je wel. Dat was in mijn level niet zo natuurlijk. In jouw level was dat een beetje zo, man. Siva, alleen als je rustig gaat zitten, mag je bij me zitten. Zo, vanochtend was ik een beetje Sea Nation aan het kijken. Ken je dat trouwens, Sea Nation? Goeie serie. Ja, zeker, goede serie. Je kent het niet, hè? Nee. Daar was ik al bang voor. Maar, zie je, nou, dan stoppen we gewoon. Oh, niet opnieuw beginnen. Dus Vincent, fix je level. Of krijg gewoon geen ster van mij. Dat is gewoon een beetje de opties die hij heeft. Hier, ook 0% heeft het gehaald. Snap ik best. Kijk, er was nog één level die ik niet had gespeeld. Deze. Gaan we deze ook proberen en dan gaan we echt naar andere kijkerslevels. Oh, even voor de mensen thuis. Ik krijg regelmatig... Oh, Stefan, ik heb mijn level al 3 afleveringen... Oh, tyfus. 3 afleveringen terug naar je gestuurd. Waarom heb je hem nog niet gespeeld? Nou mensen, het spijt me dat ik niet altijd alle leveltjes direct speel. Ik bedoel, ik heb nogal een leven en ja, weet je, ik kan niet gewoon alle levels gelijk spelen. Plus dat ik een voorraad heb. Meestal heb ik zeker 3-4 afleveringen voorraad, dus kutje. Lekker nummertje. Lekker. Ga maar eventjes telefoneren, man. Yo. Oh ja, dus wat ik aan het zeggen was, ik heb gewoon niet altijd tijd om leveltjes ver van tevoren te gaan spelen. En ja, sorry man, ik hoop dat jullie daar enigszins wat voor respect voor kunnen... Ah, tyfus, sorry niet erop. Respect voor kunnen opbrengen, want ja, ik ben ook maar een mens. En dat dus eigenlijk... Oké, oh, er komt vuurbloem uit. Kan je ook niet in? Oh, dude, serieus? Oei, 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 oei. Dit is best wel unreasonable.
Ah, het valt mee. Zo. Ik ga even daar een vuurbloemetje pakken. Allemaal wil ik ze gewoon. Klootzak. Nee. Oké, dat gaat het lekker ook helemaal gehaald. Hoppa! En tot de volgende keer. Oké, Martin is dus even aan het bellen. Mag. Oh, Martin is al klaar met bellen. Nou, je krijgt een sterretje. Goed, nou dat waren je leveltjes weer, Vincent. Hebben we een leveltje niet gespeeld die je echt graag had willen zien? Oh, hoe wordt er weer gekweld? Moet je even opnieuw het ID posten? Maar wat ik zeg, ik wil niet. Hoe doe ik dat weer? Levels. Niet altijd alle levels van iedereen spelen. We gaan nu even een ID opnoemen: EC3F 4x0 2x0 8D 84FF. Waar is de. Waar is de man weer? Nou, jij mag beginnen met dit leveltje: het Koopa Clownkasteel. Succes! Ik heb hem al geprobeerd. Nog één keer, dit is de eerste keer dat we spelen. Leveltje van Jamie, zag ik dat goed? Oh, nou, dat begint al lekker. Oké, prima. Moet gewoon op zijn hoofdje springen. En weg is die hoor. Ook zo makkelijk. Ik denk dat je of een P-switch moet vinden of je moet die Bowser Jr. gaan gebruiken. Ik denk dat je die schilder van Bowser Jr. moet gaan pakken. Ja, je moet helemaal overheen weer. Oh, nou heb je jezelf best wel genaaid, denk ik. Kijk, hij heeft een schild, die moet je pakken. En dan moet je de... Met I, toch? Ja, met Rijn, maar je moet eerst het schild laten stil. Hij is stil, hè? Nee, dat is stil. Dat is twee keer. We zijn lekker wijf, man. Ik zal opletten. Oké, dan spring je op die tweede, of niet? Oké, nu snap ik. Komt ie? Of niet? Oh, kijk, die gaat gewoon voor jou doen. Kom, oh, hij komt terug hoor. Oh. Je moet even iets omhoog gaan staan. Dan komt hij omhoog. Ja, zo. Oké, nu weg daar. Ja, en nou is het klaar. Dan kan je er langs. Ja, of je wacht daar, als je daar wacht, dan komt het ook wel goed. Ja, nou heb je jezelf genaaid, man. Nee, tuurlijk niet. Je gaat op dezelfde weg. Oh, hij raakt zichzelf gewoon, is ook fijn. Gaat zichzelf nog een keer raken hoor, hoppa. Weg daar. Oeh, netjes, oké. Nou moet je die clowncar even omhoog drukken, om je tegenaan springen van onder. Dan kan je er langs. Kijk. Nou, daar kan je in zitten. Nou, en dan is het gewoon naar rechts vliegen. Omhoog, hè? Ja, oké, niet. Zo zie je niet waar je heen gaat, maar... Weet je niet, hè? Misschien moet hier wel zijn, hè? Ja, misschien is hier nog wat. Of niet. Oké. Als we ver mogelijk naar rechts vliegen, dan kom je vanzelf bij het einde. Ja, waarom? Oh, kijk. Ik denk dat je nu naar beneden moet. Zo uit, ja, met je schouderknop. Ja, zo ja. Oké. En nu? Dat is lelijk. Ik kan daar nou niet. Oké. Dat is heel erg lelijk. Dat is een beetje apart. Slecht level design. What the fuck, dit is oneerlijk. Ik was er nog niet klaar voor, dit stelt niet. Oké. Ik ga het gewoon net als jij doen. Ik ga hier staan. Wacht tot hij het voor mij kapot maakt. En hier staan. Gooi maar. Te hoog. Nee, kijk maar. Kom maar, kijk. Hier gaat
zichzelf net niet raakte. Oké, okay, iets meer. Zo, zo dan. Kijk. Nou, ik moet zorgen dat hij zichzelf nog gaat raken, zoals bij jou. Moet hij hier komen? Nee, kunt je naar mij alsjeblieft? Ja, zo ja. Oh, nee, hier, ja, bijna. Ja, daar ja. Moet zichzelf even kapot maken. Ah, sukkel. Kijk, hoppa, laatste cirkel nog één keer. Drie leven zullen. Ja joh. Dan beuken deze van de kant. Oh, oké. Okay. Ja, deze ontwijk ik gewoon eventjes. Ook zo makkelijk. Ja, het leven hoeft niet moeilijk. Dat vind ik daarin, dat weet ik wel. Ja, maar je kan niet zo'n clownkar meenemen. Dat kan niet. Misschien zit hier wel iets. Groot, en daar hebben we ook niet zoveel aan op dit moment. Iedereen springt nu of niet? Ja. Maar niet als er nog 80 van die beesten zijn. Oh. Als ik hier ga staan, hè, dan kan hij zichzelf raken. Kom dan. Eerst naar boven. Eerst moet hij naar boven. Kom maar naar boven. Ja. Hierheen. Oh shit, gaat hij hier nou wel? Oh, wel dat hij kapot maakt. Oh. Dit kan wel problematisch zijn. Of ik. Pak hem eruit. Ja, ik ga kijken of het kan. Ik hoop het wel. Als je nou even normaal wil doen. Oh kijk, daar zo nog in, die pak ik wel. Kijk, zie je, het leven hoeft... Zo makkelijk. Rustig. Rustig. Oké, dat kan ook nog. Hoppa, hoppa. Kijk eens aan. Kijk, mijn motto is altijd, het leven hoeft geen probleem te vormen. Het probleem vormt het leven. Is dat een goede, is dat een goed motto? Oh, ik denk dat ik dat snap. Kijk. Ja? Ja, ik snap het wel. Ja, dan gaat hij naar rechts. Ja. Maar dat doet hij niet. Ja, hij moet eventjes een ding activeren als hij dat wil. Maar dat wil hij niet meer, denk ik. Dat was een blokkie. Ja. Shit. Oh, kijk. Ja. Dit is het gewoon. Ik kom mee. Kijk. Juist. Houston. En nou kan je er overheen vliegen. Je moet gewoon zorgen dat je je clownkar bewaart. Ja, sorry niet er even op anders, met je lelijke bakkers. Gewoon ontwijken, kant verrotten. Kijk, en dan zijn we er alweer. Dat kunnen wij. Mag nu weer of zitten? Nou, we doen gewoon nog een leveltje, denk ik. Gewoon nog eentje. Even kijken hoeveel we zitten. Oh, op 18 minuten. We gaan volgende aflevering nog wat doen. Moet even een ster geven en dan op stoppen. Stoppen. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Volgende keer gaan we weer leveltjes behandelen. Ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Doei! Doei! Doei!